Een molen in werking is een mooi nostalgisch zicht in de omgeving. Al eeuwenlang wordt het natuurelement wind gebruikt voor het malen van granen. Een mooi voorbeeld hiervan is de Leysensmolen in Kattenbosch-Lommel. Je bent hier op de Leysensmolen, dat is een molen van Lommel. Die heeft hier al in Lommel op drie plaatsen gestaan. Hij staat nu op de derde plaats. De oorsprong van de molen is eigenlijk in Olmen geweest. Dus in 1797 is hij daar opgericht door de familie De Klepelen uit Aalst. Een van de families die het langst gedraaid heeft, dat was de familie Leysen. En daar hebben ze ook de molen dan maar aan genoemd, ja, de laatste jaren. Daar vandaan Leysensmolen. En dat is een zeer bekende familie in het malen van en het bewegen van molens. Maar voordat de windmolen in staat is om graan te malen, zijn er een aantal handelingen die de molenaar moet ondernemen. De molen wordt opgezeild, de aanwezige zeilen uitgerold naar gelang de wind. En hoe meer wind, hoe minder zeilen. De gebruikte zeilen worden met lange touwen goed vastgemaakt. Want bij het draaien van de wieken komen deze zeilen onder grote krachten te staan. De molen is een staakmolen, hij staat dus op een staak, dus de hele kast moeten we dus naar de wind draaien. In tegenstelling tot een stenen molen waar alleen de kap bovenste kap maar draait. Hier draait dus de hele molen, draait op die as, op die punt, draait hij in de rondte. En zo kunnen we dus beneden aftellen aan het rad, met de ketting kunnen we de molen zetten zoals we met de kop in de wind, zoals we dat noemen. De voorraad graan van de plaatselijke boeren wordt naar de molenzolder gehezen. Alles gebeurt manueel met behulp van koorden en wielen. Het aantal zakken dat zal kunnen gemalen worden hangt natuurlijk ook af van de wind. Zonder wind is ook zonder meel. Bijna voor niks. Aan de passerende wiekeneindes kan de molenaar de snelheid van de molen bepalen. En zo houden ze op dit moment 4 vrijwillige molenaars houden de molen open. En we doen voor 2-3 boeren doen we het graanmalen wat ze ons kunnen aanbieden. En daar zijn we zeer blij mee, want het is een zeer schaars goed om nu nog de graan te krijgen om op een windmolen te draaien. En we doen het volle plezier en we kunnen het goed volhouden met de molen. Ja, mooi voor de ja. Mooi licht. Schoon touwen. Yes! Een bak of de kaar wordt eerst met tarwe gevuld. En de molen kan worden gestart. U ziet hier de molenas, dat is de oorspronkelijke molenas, die is 220 jaar is de molen. Dus die draait al 220 jaar zijn toertjes. Dus hij heeft een menig toertje gemaakt. Dan draait hij dus aan, gaat hij dus via de kandelaar of de tors, wordt hij de stenen aangedreven. En de stenen, alleen de bovenste steen van de twee stenen, die draait. En die doet het maalgoed via de kaar, schuddenbakje, spelerman, valt er tussen de stenen. En zo kunnen we met de stenen kunnen we grof en fijn malen. Bezoekers zijn ook altijd welkom.
Eén zaterdag en één zondag in de maand kunnen zij de molenaar zijn werk komen bewonderen en tevens vragen stellen. Deze worden dan met het nodige enthousiasme en kennis beantwoord. Goedendag. Zoals je kunt zien, dit is een windmolen, dus we zijn helemaal afhankelijk van de wind. En dan denk ik, het zou toch voldoende moeten waaien, maar dat is niet altijd. Om het in bedrijf te krijgen. Je moet even op de touwtjes en balletjes die op de grond liggen even opletten en je nieuwe vuil maken, hè? Denk eraan. Dat is deze stenen die we hier hebben, dat is een kwartzandsteen, een kunststeen zoals we dat noemen. Die is er uitermate geschikt voor, die heeft een heel fijn malen. En zo kunnen we diverse klanten bedienen met deze molen. Ook allebei zijn ze hetzelfde. Ja, kijk, hier ligt hij op zijn kop, dat is die steen die ligt hier. Ah, toch. Ja, ligt hier. Die steen, die loopt. Ja. Dit is te liggen, die ligt stil. Ja. Die heeft hetzelfde als je hem omkeert, dezelfde sluiter. Precies hetzelfde. Maar als je dan op elkaar legt, dan zit het precies tegenovergesteld. Dus dan draait hij maalt hij het, zo, dan veegt hij het eigenlijk van binnen naar buiten toe. Ja. Het graan, totdat het leeg is. Een verdieping lager vangt de molenaar het gemalen meel op in grote zakken. Tussentijds wordt de kwaliteit van het meel gecontroleerd. Ook zelfs eens geproefd. Ja, maar dat moet het zo houden. Hè. Maar als je hem proeft, dan blijft hij wel op de tand plak. Het ruikt soepel. Zeg, want je steen, dat slijt toch ook op een vuur? Ja. En dan? Moet je geslepen worden. Dat komt de verloren tijden kwamen daar speciale mensen voor. Met billers noemden we dat. Ja. En die hadden een hele rugzak vol met van deze hamers. Het is nog een originele uit, ik weet niet hoe oud die is. De nieuwere hamers die zitten hier een Vidia-kant aan. Wat ze deden op zo'n steen waar ze slijpen, dat is van twee kanten. Zo'n 40 van die scherpe kanten hadden ze dan nodig, ongeveer. Amai. Met twee van die steentjes te meten. En ook de berekenheid van de overbrenging van het grote wiel naar het kleine wiel, dat is natuurlijk ook ontstaan door de jaren. Maar we hebben een overbrenging van 5,1 tot 5,6. Dus de stenen draaien 5,6 keer sneller dan dan de toeren van de molen zelf. De kammen zelf, dat doen we, en de spijltjes die worden met boelwas gedaan. Oh, boelwas verdunt met wat terpentijn. Ja. Maar dat kan dus ook met zeep gebeuren. Ja. Het is ook de tanden zijn altijd één van de twee rolsters is oneven. Dit is, dit is 72 tanden in het grote wiel en 23 tanden in het kleine wiel. Zoals we kunnen zien, hebben de bezoekers toch wel heel wat vragen. En dat is de eerste zondag van de maand? De derde zaterdag. En de derde zaterdag. En dan zijn we met de voorwaardag open. Ah ja. Met de Vlaamse molendag zijn we open, dat is 30 april. Ja. En dan hebben we ook nog een Limburgse molendag. En dat vind ik even proberen welke dag dat is. De lekkere meelproducten zijn ook in kleine hoeveelheden te koop. Dit vooral om de vrijwillige molenaars te steunen. We mogen ervan uitgaan dat iedereen, zowel groot als klein, toch weer heel wat heeft opgestoken van dit uitzonderlijk gebeuren.